Goedemorgen, dames en heren. Welkom een uurtje vroeger dan normaal bij de locatiekeuring bij stal van de Kadiek in Sint-Johannesgaar. Vandaag een 21-tal paarden te keuren, 17 opnames, 2 graadverhogers en 2 veulenboek hengsten. Vandaag sta ik in de baan met collega's Jan Hellings en Laura Boelens. Na het drukkende weer van afgelopen week is het nu heerlijk keuringsweer. We hopen op een mooie dag met goede resultaten en we wensen u veel kijkplezier. Dear people, welcome. Nice to have you here with us today at the inspection at location at the Kadiek Stables. We have 21 horses to judge today. 17 full book mares for acceptance in the stud book, 2 stud book mares for star declaration, and 2 full book stallions also for star declaration. We hope you enjoy this live stream. Thank you.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1, een 5-jarige veulenboek Mary. Mary die veel behang heeft, Mary die een voldoende edel hoofd heeft, meer neklengte zou mogen hebben. Ook de halsvorm zou iets fraaier mogen. Een royaal ontwikkelde Mary zou iets opwaartse gebouwd mogen zijn. Voldoende bovenlijn, goede kruisligging. Mary heeft voldoende kwaliteit beenwerk. Er zit een dierenartsverklaring, want Mary heeft een klein ongelukje gehad. De Mary stapt met voldoende ruimte en voldoende takt. In de draf is ook correct, goede takt. En ja, ze zou iets meer oprichting mogen tonen daarbij. Achterbeen zou nog iets meer door mogen treden. Maar al met al is het goed voor stamboekopname en sterverklaring met een tweede premie. Result of number one. It's a well-developed mare. With a lot of manes, a nice expression of the head. The neck could be of the pole could be longer, and also the shape of the neck could be better. She has the top line is more than sufficient. She has a good position of the croup. The quality of the legs is sufficient. Also the stances of the legs is correct. The walk is regular and a good length of strides. In trot, she shows a good regularity. She could place her hind leg more underneath the body. This horse, this mare, is accepted in the stud book today and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2, vierjarige Veulenboek Mary. Mary die veel jeugd uitstraalt, Mary die moderne uitstraling heeft. Hoofd zou wat meer expressie mogen hebben. Mary beschikt over een hele lange, verticaal gestelde hals. Romprichting is goed. Mary is vrij strak in de bovenlijn, met name bij de lendenpartij. Mary heeft droog beenwerk, het achterbeen is sabelbenig. De stap, ja, daar zouden we graag meer ruimte zien. Mag wat overtuigender. Mary stapt met maximaal ruggebruik, maar ook dan zou ze meer lengte in de passen mogen laten zien. Ze heeft een heel goed drafmechanisme, heel mooi voorbeengebruik, blijft mooi horizontaal in de lichaamshouding en toont balans daarin. De Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zou de stap overtuigender mogen zijn. Dat is het. Result of number 2. A mare with vertical stance of the neck. The head could have more expression. She has a good direction of the body. The top line is strong, especially the loins. The quality of the legs is good. The hind leg is sickle-hocked. In walk, she could show more length of strides and more use of her body. In trot, she shows good use of her foreleg, good posture of her body. She is accepted in the stud book with a third premium. For star decoration, the walk could be better. Oh ja, the height at Widders was 170. De stokmaat van nummer 2 was 1,70 meter. En ik ben u nog de stokmaat van catalogus nummer 1 verschuldigd. Dat was 1,67 meter. The height at Widders of number 1 was 167.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Eveneens een 4-jarige Veulenboek Mary. Mary die een edel hoofd heeft, ruim voldoende rasuitstraling heeft. Mary die in bouw voor een 4-jarige echt sterker mag zijn. Met name in de bovenlijn, de aansluiting in de lendenen, mag sterker in alle verbindingen. Ook zou de Mary wat opwaartse gebouwd mogen zijn. Beenwerk, dat zou meer kwaliteit mogen uitstralen. Ook de voorbeenstand is erg toontredend. In stap zou de Mary met meer regelmaat mogen stappen. De draf is voldoende met voldoende zweefmoment. Maar ook hier blijft de Mary wat op de voorhand draven. De Mary wordt vandaag helaas niet opgenomen in het stamboek vanwege de bouw en beenwerk. De stokmaat was 1,69 meter. Result of number 3. It's a mare with sufficient racial type. She has a nice head and long manes. The conformation could be stronger, especially in her top line. The connections could be stronger. Also the direction of the body could be more uphill. The quality of the legs could be better. And also the stance of the forelegs is towing in. In the walk, she lacks some regularity. In trot, she shows a good moment of suspension, but she could trot more uphill. This mare is not accepted in the stud book today because of her conformation, the walk and the legwork. The height at Widders was 1,69. De stokmaat van catalogus nummer 3 was 1,69 meter.
dan zijn we begonnen met de driejarige veulenboekmerries. De eerste is catalogus nummer 4. Een merrie die voldoende rasuitstraling heeft, iets meer expressie in haar hoofd mag hebben. Ook de hals zou wat lichter mogen. In de bouw is ze sterk gebouwd met een sterke bovenlijn, lang kruis, goede kruisligging. Ze zou iets royaler gelijnd mogen zijn. De merrie heeft een sabelbenig achterbeen. Het beenwerk is voldoende droog. Ja, in de stap zou ze toch meer ritme en gelijkheid mogen tonen. De draf is goed, met veel afdruk, veel takt. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Voor een hogere waardering zou de stap meer kwaliteit mogen tonen. De stokmaat was 1,65 meter. Result of the first three-year-old full book mare, number 4. She has sufficient racial type. She has strong connections in the conformation, but she could have longer lines. The quality of the legwork is sufficient. The hind leg is a bit sickle-hocked. In the walk, she could show more rhythm. The trot is very well, powerful, with a good regularity. This mare is accepted in the stud book today, no premium. And the height at Widders was 165.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Merrie van 1,65 meter. Een langgelijnde merrie met een mooie voorhand. Merrie met een sterke bovenlijn die nog wat meer bespiering zou mogen krijgen. Het is ook nog een jonge merrie natuurlijk en groot. De merrie heeft droog beenwerk, correct gesteld beenwerk. De hoeven zouden royaler mogen. In de stap is takmatig, sluit goed aan. In draf toont de merrie veel souplesse, veel balans, veel ruimte. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 5. A mare with more than sufficient racial type. The stance of the neck is vertical. It's a long-lined mare with a good top line. Could be more muscled, but it's a young mare and a big, tall mare. The quality of the legs is dry. She could have the hooves could be taller. In walk, she shows good rhythm and enough use of her body. She has a very well trot with suppleness and good length of strides and also powerful and a lot of balance. This mare is accepted in the stud book and declared star with a second premium. The height at Widders was 165.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 6. Een merrie die in zijn totaliteit wat meer formaat zou mogen hebben. Merrie met voldoende rasuitstraling. Iets neerwaarts gebouwd. Het kruis zou wat minder hellend mogen. Merrie beschikt over keihard beenwerk. Merrie die stapt heel fijn. Goed door het lijf. Zet zijn voorbeen goed weg. Veel takt. Ook in draf toont de merrie een snel achterbeen. Kan goed schakelen. Toont souplesse. Veer. Heel makkelijk. Zou erbij wat meer oprichting mogen tonen voor het complete plaatje. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En sterverklaard met een tweede premie. De stokmaat van nummer 6 was 1,58 meter. Result of number 8. Een mare with more than sufficient breed expression. In the confirmation she could have longer lines. And she could have a more uphill direction of the body. Also the croup could be less sloping. She has a very good quality of her legs. The walk was very good. Very good use of her body and good regularity. In trot she shows a very good use of her hind leg. A lot of suppleness, a good moment of suspension, a lot of balance. The only thing is that her posture could be more uphill. The mare is accepted in the stud book and declared star with a second premium. And the height at Widders was 158.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 7. Merrie met veel behang. Merrie ook met een mooie voorhand. Merrie die in zijn totaliteit wat beknopt aandoet. Zou iets sterker in de bovenlijn mogen. Ook de aansluiting rug, lenden en kruis zou wat sterker mogen. En het kruis zou minder hellend mogen. Merrie heeft goede kwaliteit beenwerk. Merrie stapt opvallend goed. Zet het voorwerk goed weg. Heeft goede takt. In draf heeft de Merrie gewoon nog wat moeite om daarbij in het juiste ritme te komen en het juiste balans te komen. Zou daarbij meer ruggebruik mogen tonen. Blijft wat in een hoog ritme draven. De Merrie die wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. En de stokmaat was 1,61 meter. Result of number 7. The breed expression is sufficient. She has long manes. The conformation could be stronger. Especially the top line could be stronger and also the croup could be less sloping. The quality of the legs is sufficient. She has a very good walk with a good regularity. In trot, she shows a high rhythm and she could use her back better and she could have more balance. She is accepted in the stud book without a premium and the height at Widders was 161.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Mary met ruim voldoende rasuitstraling. Zou iets meer neklengte mogen hebben, waardoor de hoofd-halsverbinding ook wat lichter wordt. Mary met een royale schouderpartij. Doet iets gerekt aan en zou iets hoogbeniger mogen zijn. Voldoende bovenlijn. Mary heeft droog beenwerk. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap is erg ruim. Zet het voorbeen ver weg. Zou daarbij wel wat meer activiteit mogen tonen. In de draf zou ze wat meer gedragenheid mogen tonen. De Mary wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. En de stokmaat was 1,58 meter. Result of number 8. A mare with a good breed expression. Long manes, her pole could be a bit longer. And the head-to-neck connection could be lighter. She is a bit short-legged. Her top line is sufficient. Also, the position of the croup is good. The quality of the legs is good. She is a bit towing in. The walk is very roomy and could show more activity. In trot, she could show more carrying capacity. She is accepted in the stud book with a third premium. And her height at Widders is 158.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Een hoogbenige merrie, langgelijnde merrie, die iets eler in het hoofd zou mogen zijn, ook wat meer neklengte zou mogen hebben. Wel een goede verticaal gestelde hals. Over de bovenlijn nog wat arm bespierd. En ook bij de lenderen zouden we nog meer bespiering willen zien. Het kruis zou wat meer lengte mogen hebben. Achterbeen is sabelbenig. Paard zou meer mogen overtuigen in de stap. De draf daarentegen, daar waardeert deze merrie zich enorm op. Merrie draaft met veel kracht, veel takt, veel afdruk. Zou daarbij nog meer mogen doortreden en het voorbeen wat verder weg mogen zetten. Dit paard wordt vandaag opgenomen met een derde premie. En die derde premie heeft ze aan haar draf te danken. De stokmaat van deze merrie was 1,64 meter. Result of number 9. She has a vertical stance of her neck. Her head could be more noble. She is high-legged. She could have more muscles in her top line. The quality of the legwork is sufficient. Her hind leg is sickle-hocked. In the walk, she could show more rhythm and more use of her body. She is very powerful trot. She is accepted in the stud book with a third premium because of her trot. Her height at Widdes was 164.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Mary die nog jeugd uitstraalt. Mary met een fraai hoofdje. Die een goed gestelde hals heeft. Iets lichter in de hoofd-halsverbinding kon zijn. Mary die correct gebouwd is. Goede schouderpartij heeft. Misschien nog iets opwaartser zou mogen zijn. Mary heeft keihard beenwerk. Achterbenen fractie sabelbenig. Ook de hoeven zouden iets gelijker kunnen. Mary stapt actief en voldoende ruim, voldoende regelmaat. In draf heeft de Mary een heel goed drafmechanisme, veel snelheid in het achterbeen. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. De stokmaat van deze Mary was 1,60 meter. The result of number 10. She has a good breed expression, very noble head. She has a good conformation. Good position of the shoulder. The head-to-neck connection could be a bit lighter. Very good quality of her legs. The hooves could be more equal. The trot of the walk was regular and active. In trot, she shows a powerful hind leg. She is accepted in the stud book today and declared star with a second premium. And her height at Widders is 160.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 11. Mary die een voldoende sprekend hoofd heeft. De halsvorm die zouden we graag wat anders zien. Veel onderhals heeft de Mary. De Mary is in bouw gerekt. Ja, dat betekent dat hij veel lengte in de rug heeft in verhouding tot de voor- en de achterhand. Beenwerk, we hebben een dierartsverklaring, maar kan meer kwaliteit uitstralen. Ook de rechter voorbeenstand zou correcter mogen. De Mary in stap, zie je duidelijk verschil in achterbeengebruik. Zou meer tak moeten tonen in de stap. In draf heeft ze wel voldoende balans, maar het achterbeen blijft wat traag en die zou meer onder de massa geplaatst moeten worden. Deze Mary wordt vandaag helaas niet opgenomen vanwege beenwerk en de stap. De stokmaat van deze Mary was 1,62 meter. Result of number 11. A mare with a sufficient noble head. The shape of the neck could be better, a bit under neck. She has a very long back. She could also have a bit more uphill direction of the body. The leg work, the hind leg is sickle hocked and the right foreleg could be more correct. In walk she lacks regularity. In trot she could show more carrying capacity. Unfortunately, we cannot accept this mare in the stud book today because of the quality of the walk. Her height at Widders was 162.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 12. Een merrie met veel front, een royale voorhand, kijkt statig de wereld in. Merrie die ook sterk gebouwd is. Als je iets wil zeggen, dan zou je misschien zeggen dat ze nog iets meer jeugd zou mogen uitstralen, maar zo is er altijd wel iets. Merrie die heeft goede kwaliteit beenwerk, stapt met voldoende lichaamsgebruik en goede takt. In draf heeft de merrie een heel goed drafmechanisme, loopt mooi op eigen benen, weinig tempo nodig, blijft mooi in hetzelfde ritme doordraven in de wendingen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. De stokmaat van deze merrie is 1,64 meter. Result of number 12. A merrie with a very good breed expression. She has a very very good forehand. She has a very good shape of her neck. And good expression of her head. She looks very noble. Also very strong conformation. Good quality of the legs. Good walk with good length of strides and regular. A very good trot with a lot of suppleness, a good rhythm, good transitions, good suppleness. So this mare is accepted in the stud book and declared star with a first premium. The height and width was 164.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 13. Hele imposante merrie, grootramige merrie met veel rasuitstraling. Hele fraaie hals, merrie die ook sterk gebouwd is. Goede kwaliteit beenwerk heeft. Merrie die goed stapt, veel takt en voldoende lichaamsgebruik. In draf veel vermogen toont. Mooi opwaarts draaft. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. De stokmaat van deze merrie was 1,68. Result of number 13. It's a mare with a good breed expression. A very good stance of the neck. A mare with strong conformation. Good quality of the legwork. The walk was regular and good length of strides. In trot she showed a lot of power. This mare is accepted in the stud book and declared star with a first premium. Her height at Widders is 1,68.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 14. Een jeugdige merrie, evenredig gebouwd. Merrie die hard beenwerk heeft. Merrie die in stap voldoende aansluit, maar meer ruimte, meer door het lijf mag stappen. Merrie die in draf veel snelheid in het achterbeen laat zien. En voldoende balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Stokmaat van deze merrie is 1,60 meter. Result of number 14. A mare with a good breed expression. Also strong conformation. Good quality of the legs. The walk was regular but could have longer strides. The trot was very powerful. This mare is accepted in the stud book and declared star with a second premium. Her height at Widders is 160.
Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 15. Een nog jeugdige merrie die nog aan bespiering mag winnen. Merrie zou wat meer neklengte mogen hebben, waardoor de hoofd-halsverbinding ook wat lichter wordt. Merrie heeft een correcte bouw, een voldoende horizontale romprichting. Beenwerk, dat zou wat meer kwaliteit mogen uitstralen. De stap, af en toe moeite met de regelmaat, maar over het algemeen voldoende. In draf heeft de merrie souplesse en voldoende ruimte, maar ze mag de schenkel veel meer onder het lichaam plaatsen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. De stokmaat van deze merrie is 1,61 meter. The result of number 15. A mare that could have more breed expression. The shape of the neck and she could have more feathers. And also the head could be a bit nobler. She has a good conformation. The quality of the legwork could be better. In the walk she could convince more. In the trot, she could show more carrying capacity. She is accepted in the stud book, and her height at Widdes is 161.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 16. Een merrie die voldoende ontwikkeld is, die wat meer expressie in het hoofd zou mogen hebben, ook wat meer neklengte zou mogen hebben, over een lange hals beschikt, iets sterker in de rug zou mogen zijn, het kruis zouden we graag wat minder hellend zien, beenwerk is voldoende droog, de voorbeenstand, van name van het linker voorbeen, kan correcter, is erg Frans gesteld. De stap sluit voldoende aan. In draf toont de merrie voldoende kracht en ruimte. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. De stokmaat is 1,65 meter. Result of number 16. A mare that could have more breed expression. In the confirmation, she could be stronger in her back. And also the croup could be less sloping. The quality of the leg work is sufficient. The stance of the right foreleg is toeing out. The walk is regular, and trot she shows good length of strides and enough powerful hind leg. This mare is accepted in the stud book today, no premium, and the height at withers is 165.
Dan de uitslag van de laatste driejarige van vandaag. Catalogus nummer 17. Mary met een mooie voorhand. Mary die wat sterker in de rug zou mogen zijn. Het kruis zouden we ook graag wat langer zien en wat minder hellend. Wat beenwerk betreft, kwaliteit is voldoende. Voorbeenstand is week gekoot en ook iets hol in het voorbeen. Mary die stapt met voldoende ritme en voldoende ruimte. In draf zou de Mary een iets actiever achterbeen kunnen laten zien. Ook meer ruggebruik. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. De stokmaat van deze Mary was 1,63 meter. Result of number 17, the last 3-year-old full bookmare of today. She has a good breed expression. The conformation is more than sufficient. Her croup could be longer and less sloping. The quality of the legwork is good. She has very weak base turns of the forelegs. Also a bit back in the knees. The walk was active and regular. In trot, she could show a more powerful hind leg and more use of her back. This mare is accepted in the stud book with a third premium. And the height at Widders is 163. We now continue with two studbook mares for star decoration. We gaan verder met de rubriek graadverhoging. Twee stamboekmerries die komen voor sterverklaring. Laat hem aan de andere kant, ja.
Dan hierbij uitslag van catalogus nummer 18, vijfjarige stamboekmerrie. Merrie met voldoende rasuitstraling. Merrie die een goede bovenlijn heeft, een goede kruisligging, maar opwaarts gebouwd mag zijn. Beenwerk zou meer kwaliteit mogen uitstralen, ook de voorbeenstand zou correcter mogen. In stap miste Merrie vandaag het ritme, maakt ongelijke passen. Draf is voldoende ruimte en zweefmoment. Deze Merrie wordt vandaag niet geprimeerd, maar bedankt voor de presentatie. De stokmaat van deze Merrie was 1,62. Result of number 18, height at Widders is 162. It's a 5-year-old studbook mare with enough breed expression, good top line, good position of the group, but the direction of the body could be more uphill. The stance of the forelegs is towing out. In the walk she could show more rhythm. In trot she has a good moment of suspension, good length of strides. She doesn't get a premium today.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 19. Mary, vierjarige stamboek Mary. Mary die de neusband een beetje bol heeft, wat meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Halsrichting is voldoende verticaal. In de bouw zouden we graag het kruis wat minder hellend zien en ook de rug en lendenen wat sterker. Mary beschikt over droog beenwerk, royale hoeven, voor wat week gekoot. De Mary waardeert zichzelf op in beweging. Mary stapt goed. Voldoende lichaamsgebruik in de stap en vooral in de draf troont ze veel tact, veel kracht. Mooi gebruik van het voorbeen. Met die draf compenseert ze voor haar exterieur met haar stap en wordt ze vandaag sterverklaard met een tweede premie. De stokmaat van nummer 19 is 1,60 meter. Result of number 19. A mare with sufficient breed expression. The head could be more noble. The conformation could be stronger. Her top line could be stronger. And also her croup could be less sloping. The legwork, good quality, but weak patience of the forelegs. The walk was regular and good use of her body. In trot she shows power. And good regularity, nice use of the foreleg. She compensates with her movements for the exterior and she becomes star with the second premium today. We continue now with two volboek stallions for star decoration. We gaan nu verder met twee veulenboek hengsten die komen voor sterverklaring.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 20. Een royaal ontwikkelde hengst, veel statuur. Hengst met een fraai hoofd, een beetje onderhals, wel een hele lange hals. Goede romprichting, kruis zou iets minder hellend en wat langer mogen. Dus goede schouderpartij. Hengst heeft royale hoeven, droog beenwerk, iets hol in het voorbeen. In de beweging kon deze hengst meer overtuigen. In de stap zou hij meer gelijkmatigheid van passen mogen tonen. En ook in draf missen we op dit moment nog de kracht in de achterhand. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard. De stokmaat van deze hengst is 1,70 meter. The result of number 20. A stallion with good breed expression, long manes, noble head, long neck, a bit under neck, a good direction of the body, good top line, the croup could be less sloping and could have more length. The movement, he couldn't convince us in the movement today. In the walk, he could show more regularity, and in trot, he lacks power at this moment. So he doesn't become star today. The height at Widders was 170.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 21. Een driejarige hengst. Hengst met stoere opdruk heeft, die sterk gebouwd is. Hengst kan meer lengte in het voorbeen hebben, maar heeft wel een horizontale romprichting. Hengst beschikt over royale hoeven. Beenwerk zou iets droger mogen. De stap is vlijtig. In draf toont de hengst een goed gebruik van het achterbeen, voldoende balans. Deze hengst wordt vandaag sterverklaard. De stokmaat van deze hengst was 1,61 meter. Result of number 21. A three-year-old stallion with a good breed expression. Also a strong conformation. The legwork is sufficient. The walk was active and regular. In trot, he shows a good powerful hind leg. This stallion is declared star today. And the height at Widders is 161. Dit was het laatste paard van de reguliere keuring. We gaan nu de nummers 12 en 13, de eerste premie Stermerries, nogmaals beoordelen, nogmaals bekijken. We gaan er gewoon vanuit dat we een centrale keuring hebben in september. En daar zullen deze merries ook weer gepresenteerd worden voor kroonverklaring. Maar we gaan hier ook nog een tweede beoordeling doen voor het geval dat het onverhoopt niet door kan gaan. Zodat we toch een keuringsresultaat al in handen hebben. En het is sowieso een genot om met goede paarden af te sluiten. Ja, deze was ook goed trouwens, deze hengst. Maar nog eventjes te kunnen genieten van de twee eerste premie Stermerries. We now continue with the second viewing of the two first premium star mares. They have to go to the central curing in September for crown declaration. But we want to inspect them for a second time today. That when the central curing is cancelled due to any reason, we have a result already. And we keep it secret. But I hope you enjoy the presentation of the first premium mares.
Ja, dames en heren, met deze prachtige twee eerste premiemerries sluiten we vandaag deze locatiekeuring bij Stal van de Kaardiek af. Hele fijne keuring gehad hier. Plezierig gekeurd met mijn collega's Jan en Laura. Adriaan weer fijn gefilmd. Johanna Faber heeft foto's gemaakt. Stal van de Kaardiek, heel erg bedankt. Ook het aanwezige publiek, fijn dat u hier was. Kwaliteitsvolle keuring. En bedankt iedereen. Ik wil nog even aankondigen dat we een hele drukke keuringsweek voor de boeg hebben. Op dinsdag is er een locatiekeuring bij Van Manen. Op woensdag bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. En op donderdag bij Stal de Mersken in Siegerswoude. En vervolgens is op vrijdag 25 juni een herkansing van de hengsten. We hopen u allemaal weer te zien, want alles wordt weer via livestream uitgezonden. Voor nu een heel fijn weekend toegewenst en tot een volgende keer. Dear people, this was the end of the inspection at location at the Kaardiek stables. We ended with two very powerful mares, first premium mares. Very nice to see. I would like to thank everyone who made this inspection happen. We have a very full program next week. We have three inspections on location. The first one is on Tuesday at Van Manen Stables. The second one is at the Nieuwe Heuvel on Wednesday. On Thursday we go to Stal de Mersken. And on Friday we have an occasion for stallions to get selected for the central examination. We hope to see you again. We hope you enjoyed this today. We had a very good curing here. And we wish you a good weekend and see you again.